Tijdens de nationale ceremonie heeft het 30 juni 1 juli Comité Nederland opgeroepen tot het verlenen van een generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers in Nederland. Deze oproep is vrijdagavond door voorzitter Roy Riesti gedaan. Volgens de statistieken bevinden zich bijkans 9000 personen van Surinaamse afkomst in Nederland zonder een vereiste verblijfsstatus. De redenen daarvan zijn verschillend van aard, zegt hij. Zo zijn er kinderen die in Nederland uit een verstoorde relatie zijn geboren en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet meer vallen onder voogdijschap, kunnen niet verder studeren doordat ze geen verblijfsstatus hebben. Dit geldt ook voor personen die als gevolg van familieomstandigheden en voor medische redenen in Nederland waren en van wie de vakantiestatus is verlopen. In die groep zijn er ook mensen die hun werkvergunning zijn kwijtgeraakt als gevolg van bedrijfssaneringen en of bedrijfssluiting. Het 30 juni 1 juli comité heeft de verantwoordelijke gezagsdragers opgeroepen er nu eens serieus werk van te maken om deze situatie aan te pakken.